Op Sportpark De Lok ontspon zich een ontmoeting van twee speelstijlen tussen TSC en Dongen. TSC met het fijne technische spel en Dongen met lange ballen en veel fysieke kracht. Zoals we vaker dit seizoen begon de thuisclub veel te slap aan de wedstrijd. Na ruim 1 minuut spelen leverde dat een 0-1 achterstand op. Robert Mutsers werd op links niets in de weg gelegd om voor te zetten. Zijn schot verdween via het scheenbeen van Heesen achter doelman Sebastian van der Sman. Daarna zakte Dongen terug in de eigen verdediging en gokte op snelle uitvallen. TSC stelde zich daar prima op in en gaf nauwelijks nog iets weg. Een vrije trap van Heesen haalde doelman Jamil Kools vervolgens uit zijn doel. En een schot van Matthijs van Gessel ging net voorlangs. Halverwege de eerste helft hield Van der Sman zijn ploeg op de been. Hij stopte een inzet van dichtbij van Mutsers en plukte de bal van de schoenen van de doorgebroken Sander de Bond. Een minuut later kwam TSC langs zij. Arbiter ten Horen gaf TSC ten onrechte een hoekschop. Van Gessel bracht de corner prima voor en bij de eerste paal vond Sven van Inge koppend een klein gaatje. 1-1. Na de rust hield TSC het initiatief. Een klein kwartier voor tijd kwam de Tielse ploeg op voorsprong. Uit een corner van Van Gessel kopte Heesen bij de tweede paal keihard raak. 2-1. Dongen gokte in het laatste kwartier op de lange bal, maar dit leverde niets meer op voor de Dongense club. Aan de andere kant voorkwam Kools dat invaller Trumeen Balrak nog kon uithalen en redde de doelman met een vuist op een knal van Bartels. Al met al een verdiende overwinning voor de Tielse Eendrachtscombinatie. Hanke Leijer-Themia, de Oranje-Witte, zo hoort het, hè? Ja, het is oranje-wit en het blijft hopelijk zo. Als we het hebben over de wedstrijd, dan hebben ze ook dat oranje-witte hart laten zien. Ja, ik heb vandaag een team gezien, veel strijd. Niet altijd goed voetballen, maar wel dat de strijd er was om te winnen van Dongen. En dat straalde wel uit naar de spelers. Even analyse van de wedstrijd. Nou ja, het begon heel slecht en natuurlijk een misrekening van Sven. In de eerste minuut waardoor je 1-0 achterkomt. Dan mag je eigenlijk blij zijn dat je weer zo snel mogelijk en goed herpakt. Want daarna zijn we wel weer de betere ploeg geworden. Alleen, ja, er sluipt natuurlijk altijd een foutje in bij ons. Dan maken we gelukkig op een heel snelle wijze 1-1, waardoor je daar de rust in gaat. En dan hebben we gezegd, nou jongens, dit kan alleen maar beter worden. Die 1-0 van Dongen, dat was eigenlijk de wake-up call. Achterin niet helemaal stabiel, maar je ziet toch ook die jongens weer groeien. Ja, nee, wat dat betreft, die fouten, dat maken wij sowieso wel een keer. Alleen het was wel heel vroeg in de wedstrijd. Dan begin je met goede moed uit de kleedkamer en dan sta je met 1-0 al achter. En dat is niet goed. En dat weten de jongens, maar ja, de jongens kunnen zich eigenlijk dan ook weer herstellen. Nou, natuurlijk goed dat Sven of die 1-1 binnenkopt. Van Leon of Sven. Maar in ieder geval dat we weer op een gelijke stand hadden. Nou, vervolgens knokken. En die 2-1 die komt uiteindelijk op het scorebord. Moet een tevreden gevoel geven. Het was spannend. Ja, ze allebei wilden winnen. Dongen wilde winnen om zo de koppositie over te pakken. En wij wilden winnen om gewoon weer mee te doen met de top 4-5. Nou ja, goed, dan is het degene die 2-1 maakt, zal als winnaar tevoorschijn komen. Alleen we hadden die 3-1 van het Roemeen. Had het nog beter uit, of hij had het gewoon moeten scoren. Dan was het natuurlijk veel makkelijker geweest en niet zo moeilijk als de laatste paar minuten. Dat is niet gebeurd. Ruim 450 mensen op Sportpark De Lok. Billenknijpen was het ook op de bank? Ja, nou ja. Kijk, we hebben altijd nog die Dosco uit. Als een keeper in ons strafschotgebied komt, dan doen we altijd weer aan Dosco denken. Dus nou, deze keer valt het gelukkig aan onze zijde goed. En ja, 2-1 binnen en 3 punten binnenhalen. Leon Heesen, als hij met TSC speelt of hij speelt niet mee, dat is een wereld van verschil. Ja, dat is niet zozeer aan mij te zeggen, maar... Ja, goed, ik probeer zo belangrijk mogelijk te zijn en vooral de rust in het veld te houden en alles bij elkaar te houden. En dat is vandaag gewoon wel aardig gelukt.
Wij van Stads TV Tiel hebben de Man of the Match. En we hebben jou uitgekozen als Man of the Match. Daar hoort een hele mooie prijs bij, een mooi shirt. Die krijg je ook. We hebben hem alleen niet bij ons, maar goed. Ja, dat komt nog wel goed. Dragen met trots. Sowieso. Ja, nee, hartstikke leuk. Ik bedoel, als je zo belangrijk in de wedstrijd kan zijn en ook nog de winnende maakt, dan... voor mij helemaal trouwens, want ik maak eerst de 0-1. En ja, dat gaf natuurlijk een rot gevoel. Ja, ik raak hem gewoon verkeerd. En hij valt net langs de bas heen en binnenkant paal. Dat is zonde, maar als je uiteindelijk dan toch nog de 2-1 maakt. En dat hij dan ook nog de belangrijkste en de winst is. Dan ja, dat is alleen maar genieten. Ja, en nog 5 wedstrijden te gaan. Wat denk je zelf? Ja, we moeten gewoon ons, zoals vandaag, gewoon de punten blijven halen. En dan zien we wel wat het Schipsrand. Ja, we hebben niet mijn eigen hand natuurlijk. Dus we gaan kijken hoe het gaat lopen. Maar als we zo blijven vechten voor elkaar, dan kan nog een mooi eind worden. De trainer van Dongen. Het was een spannende pot hier op de Lok en Tiel. Ja, ik denk dat de mensen zich vermaakt hebben, zoals dat netjes heet. Dat het voor ons niet helemaal dusdanig eindigt als dat we gewild hadden. Dat is weer wat anders. Maar goed, ik denk dat iedereen zich vermaakt heeft. Jullie kwamen voor de 3 punten. Niet gelukt. Heeft TSC jullie verbaasd? Nee hoor, nee. Je kent TSC van de thuiswedstrijd, van alle verhalen, van de wedstrijden die je ziet. Maar goed, thuis hadden jullie met 4-0 gewonnen. Jawel, maar ook toen was wel duidelijk dat het niet het niveauverschil beide was, maar dat het meer was de effectiviteit in het verhaal. En dat had misschien vandaag ook wel weer kunnen gebeuren wanneer je in het begin wat effectiever was geweest met de ballen die dan net wel of net niet goed vallen. Wat was jullie strijdplan van tevoren? Ja, ik bedoel, het is, wat is het, 6 wedstrijden voor het einde. Je staat 2 punten achter met een wedstrijd minder gespeeld. Dus je komt hierheen om te winnen. Daarentegen maak je al in de eerste minuut 1-0. En je hebt een goed voetballende ploeg tegen. Dus je ziet al gauw dat je toch wat teruggedrongen wordt. Daar waar we veel liever nog verder naar voren spelen. Maar goed, dat is ook een tegenstander die dat afdwingt. En vandaar dat je natuurlijk een clash heb gezien tussen twee spelstijlen, zoals het netjes heet. Eén, een heel goed voetballende ploeg die heel veel in combinatie voetbalt. En Dongen, een ploeg die heel veel strijd in het spel gooit. En van daaruit probeert te voetballen in de tweede bal en zo door probeert te komen. Al met al kan de trainer van Dongen natuurlijk niet tevreden zijn, maar het is goed zo. Nee, niet tevreden. Ik bedoel, je krijgt 2 goals tegen in standaard situaties, waarbij je nadrukkelijk aan hebt gegeven waar de gevaren liggen. En dan mag dat niet gebeuren, nee. Het vervolg van het seizoen, waar gaat Dongen eindigen? Ja, dat zegt natuurlijk iedereen elke keer. Wij bekijken het, wij zijn niet dit seizoen begonnen om even kampioen te worden. Alleen, als je maar vaak genoeg wint, kom je daar zelf. Ja, wat dat betreft is het een hele leuke competitie. Een hele leuke competitie, nog 5 te gaan. En het is zo, na elke wedstrijd die we willen winnen, en het mocht zo zijn, dan kijken we naar de overige uitslagen. En als je dat 5 keer wint, dan ben je kampioen, denk ik. Ik geloof niet dat welke ploeg er nu bij de bovenste 5 staat 15 punten gaat halen uit de overige 5 wedstrijden. De scheidsrechter van deze wedstrijd, u hebt een spannende pot gezien. Ja, dacht het wel. Op voorhand wisten we natuurlijk als arbitraal trio voor vanmiddag met mijn collega's wat het belang van de wedstrijd was vandaag. Wat was dat belang? Het belang was natuurlijk dat Czech voor de 3 punten vol ging om aansluiting te krijgen bij die top. En Dongen om eigenlijk de eerste koppositie te kunnen pakken. Nou, dan weet je de belangen. Dan weet je gelijk dat iedereen op scherp staat. Binnen het veld, op de bank, overal. Ja, en daar proberen wij op in te spelen op een goede manier. En dan ga je direct in de wedstrijd kijken of je daar op een goede manier leiding aan kan geven met elkaar. En dat is goed gelukt? Ja, dat laat ik aan een ander over. We hebben, moet ik zeggen, als trio zelf hebben we een goed gevoel. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk te laten voetballen, mannelijk voetbal. Je gaat kijken waar je de grenzen kan trekken. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met wat doen de spelers natuurlijk. Is er acceptatie of niet en dat soort dingen. Dus ja, en dan probeer je zo goed mogelijk leiding te geven aan deze pot eigenlijk. Wat vond u van de wedstrijd? Ja, nou ja, goed, kijk, ik ben natuurlijk eigenlijk bezig om zo goed mogelijk leiding te geven. En dan heb je natuurlijk niet altijd oog voor alle leuke passes en combinaties en dat soort dingen. Omdat je natuurlijk je ogen en oren goed de kost moet geven. Ja, ook die oren waren van belang, hè? Want er werd er links en rechts nog wel wat geroepen. Ja, direct vanaf mede af aan, direct de eerste 20 minuten, werd er vrij veel naar elkaar werd er gesproken. Spelers onderling, ze dagen elkaar een beetje uit en dergelijke. Ja, en dan is het aan ons natuurlijk om daar direct proberen een grens te trekken. En ook aan te geven van jongens,
Er kan een hoop, maar blijf binnen de perken en accepteer elkaar en respecteer elkaar. Ja, en dat is uiteindelijk gebeurd, want het was een sportieve wedstrijd. Kunnen we niet anders stellen? Ja, denk ik wel. Na de eerste 20 minuten hadden ze denk ik in de gaten waar de grens lag. En wat dat betreft, vanaf dat moment was het een plezierige wedstrijd, ook om te fluiten. En er was acceptatie wederzijds. Er werden best goede duels uitgevochten. En waarmee je denk ik een spannende wedstrijd kreeg. Dus met een goed gevoel terug naar Veendam vanaf Sportpark de Lok. Ja, dat idee heb ik wel. We zijn als trio met mijn collega's zijn we denk ik best content. En er zijn altijd dingen die je beter kan doen. Maar over het algemeen mogen we best op een leuke middag terugzien. Goed weer, goede ploegen, goede ambiance. Sebastian van der Sman, het was een spannende pot, maar goed gekiept. Ja, dankjewel. Inderdaad, spannende pot. Leuk voor toeschouwers. Best wel druk. En gelukkig gewonnen. Ja, je hebt best wel een aantal flinke reddingen moeten verrichten. Vertel, hoe is die wedstrijd, zeg maar, in jouw perspectief, hoe heeft die plaatsgevonden? Nou, ik denk niet dat we hele grote kansen hebben weggegeven. Mijn eigen goal vrij snel in het begin, ik denk na een paar seconden al. Dat is vervelend, pakken we heel goed op. Dat is niet voor het eerst, hè, dat het gebeurt. Nee. Ja, wat moet ik zeggen? Het is kloten. We draaien het goed om en we winnen deze wedstrijd. Zij drukte op het einde nog wel behoorlijk, maar we hebben, ja, wat ik zeg, geen grote kansen weggegeven. Nee, je pakt het op als team, dat is ook eigenlijk wel weer de winst, hè? Ja, absoluut. Ja, het is mooi om te zien dat we echt als team opstaan, strijden en de 3 punten over de streep trekken. Pupil van de maand van TEC. Jij vond het een belevenis, denk ik, hè? Ja. Heb jij, vertel eens, wat heb je allemaal meegemaakt? Kampioen. Ik scoorde best wel heel vaak en... assisten. Oké, en jij bent ook vast van plan om in het eerste van TEC uiteindelijk terecht te komen, hè? Lange weg te gaan of gaat jou dat lukken? Dat gaat me lukken. Kijk, dat is de spirit. Over pupil van de maand, wat houdt het precies in? Wat moet je dan doen? Niks. Je moet zorgen dat je goed bent en dat je er boven uitkomt. Nou, dat is jou gelukt en bij de wedstrijd mocht je de aftrap doen, hè? Ja. Hoe vond je dat? Leuk. En ik zag je ook nog warm lopen. Hoe zat dat nou? Oh nee, gewoon niet. Voor de lol warm lopen. Oké, ik dacht van nou misschien komt hij ook nog wel het veld in. Ja. Als het aan jou gelegen had, was dat zo gebeurd? Ja. Hey, pupil van de maand. Dat ben je dus een maand. Bij de volgende thuiswedstrijd ben je er dan weer bij? Ja. Nou, gaan we jou daar veel succes bij wensen. Ja. Dan de uitslagen van 6 april. Het gaat om 2 inhaalwedstrijden. TEC Dongen 2-1 en UDI 19 uit Uden tegen Topos 5-0. Dan de stand per 6 april 2015. Gemert 21 wedstrijden gespeeld, 43 punten. 41 punten voor Dongen uit 21 gespeelde wedstrijden. 39 punten UDI 19. Blauw-geel 38, 21 wedstrijden gespeeld, 39 punten. En TEC Tiel 21 gespeeld en 38 punten. Het speelschema voor 12 april 2015. Deurne blauw-geel 38, Dongen tegen Dosco, Gemert Os 20, Groene Ster tegen AWC, TEC tegen RKSV Schijndel, Top tegen Baronie en UDI 19 tegen De Valk. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TEC is op 12 april. Op de Lok wordt dan gespeeld tegen RKSV Schijndel. Tot zover TEC TV. Graag tot de volgende keer.